Do you have any drugs with you? Oui. Yes. De Amsterdam Arena, zaterdagavond. Het is bijna 9 uur en het stadion loopt langzaam vol met dance-liefhebbers van over de hele wereld. I take some pills, yes. What kind of? MDMA. Hoe nuchter ga je de avond verder door? Is dat een vraag of is dat een antwoord die je al weet? And drugs of this city. I don't know, I never take it, but I want to try. Ik heb 0,0 pilletje bij me, hoor. Ja, waarom niet? Ja, je kent nog met die gasten, we doen alles op drank en drugs. Drank en drugs. Nee, alleen drank. Helemaal niks. Nee? Helemaal nuchter. Alleen een paar Bernburgjes. Nee, want hoeveel pillen heb je nou nodig voor zo'n avond? In het totaal kan ik niet eens meer op 2 handen tellen, vriend. Echt niet. 1 dode viel er tot dusver tijdens deze editie van het Amsterdam Dance Event. Vermoedelijk door drugs. Met de 3 doden van vorig jaar is er toch een smet gekomen op het immens populaire dancefestival. Het zorgt ook vanavond rondom de arena voor een gespannen sfeer bij de ingangen. Voor iedere bezoeker die knock-out en laveloos op de grond ligt, komt direct een bataljon aan beveiligers, politiemensen en EHBO-medewerkers. Want je weet het maar nooit. She's drunk. Drunk? Yes. And drugs? No drugs. Just drunk. Yeah. She threw up. Om het gebruik van drugs tegen te gaan, wordt er bij de ingangen stevig gecontroleerd. Al maakt dat volgens sommige bezoekers geen verschil. Weet je, ze krijgen toch wel naar binnen. Een beetje meiden doen het in hun knot en gaan naar binnen. En ja, dus het gebeurt toch wel. Dus of het nou getolereerd wordt of niet, ze gaan toch naar binnen. Maar wanneer je toch je spul niet goed hebt verstopt en uit de rij wordt gehaald, komt de politie je meteen ophalen. Dat geldt ook voor deze jongen. Hij heeft geen drugs bij zich, maar wel een steekwapen waarvoor hij wordt aangehouden. De politie neemt hem mee naar een speciale politiepost aan de andere kant van het stadion. Hier is ook het Openbaar Ministerie aanwezig en, indien nodig, een advocaat. Waardoor de verdachte meteen berecht kan worden. We hebben tot nu toe 30 aanhoudingen zijn er geweest. En daarvan zijn er 21 ook alweer weg. En de grote gevallen, waar moet ik dan precies aan denken? Nou, we hadden net iemand met 59 pillen en ook een aantal wikkeltjes cocaïne bijvoorbeeld. Ja. En dat is wel opvallend. Die had ook een grote hoeveelheid contant geld bij zich. En dat duidt in onze ogen ook vaak op handel. Maar ondanks alle controles en voorzorgsmaatregelen gaat het vlak voor de arena toch nog mis. Een vriendengroep van 6 jongens heeft GHB genomen, waarbij het bij 3 van hun totaal verkeerd uitpakt. Een van de jongens heeft een enorm hoge hartslag en raakt buiten bewustzijn. Zijn 2 vrienden lijken op het eerste gezicht meer bij bewustzijn, maar ook voor hun wordt direct een ambulance gebeld om ze af te voeren naar het nabijgelegen AMC. En zo eindigt een avondje stappen met je vrienden dus niet op de dansvloer, maar in een ziekenhuis.